Kabinetsadviseur Hans Alders kan zich opmaken voor opnieuw een lastige avond over de uitbreiding van Lelystad Airport. Vanavond presenteert hij in de Meerpaal in Dronten zijn laatste bevindingen over de routes van en naar het vliegveld. Inwoners van Biddinghuizen zullen daar na 2018 zeker hinder van ondervinden. En dat is reden om de protestborden wederom uit de kast te trekken. Bij de Meerpaal is verslaggever Annemijn Wijs. Hoe groot is de actiebereidheid, Annemijn? Ja, die is er zeker. Al eerder was er een informatieavond. Die verliep behoorlijk onrustig. Hoe het vanavond loopt, weten we natuurlijk niet. Maar ik sprak vanmiddag Claudia Toetenel. En zij zegt dat er behoorlijk wat te verwachten is. Visieloos. Waar is de groei van Schiphol? Het zijn enkele kreten die vanavond te zien zijn op spandoeken in de Meerpaal in Dronten. In haar achtertuin legt Claudia Toetenel de laatste hand aan de protestactie. We hebben niet hele grootse plannen, maar we willen meneer Alders toch nog wel eventjes... op het hart drukken dat we echt niet mee eens zijn met wat de beslissingen zijn die hier op dit moment zijn genomen. Volgens Toetenel denken nog te veel inwoners binnen de gemeente Dronten dat de plannen niet doorgaan of dat ze er toch niets meer aan kunnen veranderen. Fout gedacht. En daarom vecht ze door. Nou, ik hoop gewoon dat mensen zich nog even goed realiseren wat ons te wachten staat. En dat mensen de petitie nog even gaan tekenen. Omdat dat nog wel gaat, want morgen sluit die pas. En hoop toch weer meer mensen wakker te krijgen. Is er naast het protest met borden en spandoeken nog meer te verwachten? Jazeker. Een aantal boeren heeft aangekondigd om met de trekker naar de Meerpaal te komen. Ze zijn het niet eens met de vliegroutes en dat willen ze op deze manier laten zien. Hoe groot die stoet is, dat weet ik natuurlijk niet. Nou, kabinetsadviseur Alders is weer begonnen met een serie informatieronden over de uitbreiding van Lelystad Airport. En dat is niet zonder reden, hè? Nee, dat klopt. Morgen is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Donderdag volgt er een debat. Dan zijn er ook voor- en tegenstanders aan het woord. Ja, en pas later dit jaar zal het kabinet een definitief besluit nemen. Dan zal ook duidelijk worden of ons vliegveld vluchtbewegingen zal overnemen van Schiphol. En of het mag doorgroeien tot 45.000 vliegbewegingen per jaar. Dankjewel, verslaggever Annemijn Wijs in Dronten.